goeie. Morgen, dinsdagochtend, 10:30. En deze vlog begint heel anders dan ik verwacht had. Ik heb vanmorgen met Marco de kindjes gewoon naar school gebracht, peuterspeelzaal. Maar nog geen uur geleden belt de peuterspeelzaal dat Lauren echt nog niet lekker is. Ze deed heel gek met wegbrengen. Ik zit nog helemaal in mijn voedingsoutfit. Want ze zei dat ze niet lekker was en naar huis wilde. Maar wij dachten eigenlijk dat ze gewoon even moest wennen. Omdat ze er weer ruim een week uit geweest was. En net op het moment dat ik tegen Marco zeg dat het zo fijn is. Dat ik zeker weet dat de peuterspeelzaal belt als het niet gaat. Word ik gebeld door de peuterspeelzaal dat het niet gaat. Dus we wilden vanmiddag eigenlijk naar de Efteling gaan met de kinderen nadat Mila naar school was geweest. Maar dat gaan we nu ook niet doen. Dus wordt een rustig dagje. Wel lekker ontbeten met 2 croissants. Tik lekker aan. Maar Marco had ze gehaald en ze zijn 's ochtends zo lekker van de Albert Heijn als ze gewoon net gemaakt zijn. Dus dat was heerlijk en dan ga ik zo meteen weer een lekkere smoothiebol maken voor de lunch. Marco heeft net de zandbak gevuld. De watertafel staat nog, dus als Laura zo weer een beetje energie heeft, dan denk ik dat we lekker de tuin in gaan, want het wordt 19 graden. En dit kleine meisje is ook nog niet helemaal fit. Hé, Poppy? Hey! Net even een uurtje met haar gelopen, zodat ze even kon slapen. De gezanten liggen hier nog. Oh! En ik heb nu weer een nieuwe smoothiebol gemaakt met 475 gram groenten. Heerlijk. Vind ik echt zo lekker. En ik heb een tijdje wat minder groenten gegeten. En ik merk dat ik gewoon heel goed ga op meer groenten. Het is nu 10:50. Marco is sporten. Nog 1.5 uur. En dan mogen we Mila weer lekker ophalen. En ik heb me verschrikkelijk laten influencen. En net dus een fotoboek gemaakt. In de Once Up On app van de zomervakantie kijken. Dus ik wil echt vet graag terug nu. Ik wilde al heel lang daar een fotoboek van. Omdat ik ze nog heel vaak terugkijk op mijn telefoon. En nu dacht ik, weet je, ik ga het gewoon doen. 20% korting. Alsnog best wel prijzig, vind ik zelf eerlijk gezegd. Maar wel heel leuk om nog even 3 maanden naar uit te kijken. En dan zijn we er gewoon weer lekker. Even lunchen. Ik ben nog steeds super verkouden. Maar het wordt eindelijk minder. Dus dat is heel fijn. Koffie. In het zonnetje. Marco ging Mila halen. Maar die had al bedacht om mijn vriendinnetje te spelen. Helemaal prima natuurlijk. En ik ben boven. We moeten nog even naar het grofvuil. Dus ik ben hier even de vuilniszak nog aan het vullen. En dan kan Marco die nog meenemen. Met de snoep. Papa die is de auto vol aan het laden met papier en zooi. We hebben hier trouwens van het weekend het bedje weggehaald. Niet, liefie, want jij bent ziek thuis. Hebben we gisteren gedaan. Lauren die is aan het onderhandelen over dat ze naar de... Nee, dat snap ik, maar nu gaan we niet meer naar de Efteling. Zo, batterij was leeg. Even een nieuwe batterij hier gedaan. Maar wat ik wilde zeggen is dat Lauren nu aan het zeggen is dat ze beter is, want ze wil naar de Efteling. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Betekent dat ik morgen op donderdagmiddag met de meiden naar Lush ga. Want we hebben de traditie om bruisballen bij Lush te kopen voor een weekendje weg of een vakantie of zo. En ik moet morgenochtend even naar de Action. Want daar wil ik even wat knutselspullen kopen. Net als de vorige keer dat ik in Landal was met ze. Om de ochtend even door te komen. Want ja, ze zijn natuurlijk vroeg wakker. En eerder dat je echt iets gaat doen, is dat vaak al wat later. Marco is nu de deur uit met Lauren. Ik ben benieuwd, want officieel mogen er geen kinderen de stortplaats op. Zag ik een keer. En als je pech hebt, dan word je ook gewoon geweigerd. Ik drink nog even een kopje koffie. En Marco heeft afgesproken dat we om 4 uur al Mila kunnen halen. Of kunnen halen, gaan halen. Dus dat is ook wel prima verder.
dan hebben we gewoon tijd om eten te maken. Oh, ik zie nu dat er. Nou, huh? Eten bijna op is. Ik heb zo'n serie. Huh? We mist een deel. Oh, kijk hier. Top. Nou, kan dat ook weer in de vaatwasser. En zo vliegt er dan weer voorbij eigenlijk. En dan. Morgen is Laura sowieso thuis. Donderdag is echt serieus. Vanmorgen is haar extra dag opvang goedgekeurd. Omdat ze zoveel ziek is geweest. Maar ja, dat wordt dus heel even afwachten. Of ze daar wel heen kan. Want dan moet ze eigenlijk wel echt helemaal goed zijn weer. Ja, we gaan het zien. Kunnen we nu nog niet zoveel mee. Ik ga zo even sterren pakken. Want die hoor je denk ik op de achtergrond. Mekkeren dat ze het er niet mee eens is. Even kijken. Ik moet hier echt mee terug naar het prenatal trouwens. Kijk. Echt heel lang geleden. Echt heel lang geleden gekocht. Maar deze zit er dus nog in. Super dom. Kwam ik laatst pas achter. Maar wat ik nu eigenlijk aan het zoeken ben. Oh, in ieder geval. Deze. Want ik kom er net dus achter. Dat Sterre tanden krijgt. Nu. Oh. Nu al. Twee. Maar daar kwam ik niet voor. Nu heeft ze ook koorts gehad. En. Hé. Hey. Rode wangen. Dus ik dacht net, het moet haast wel. Maar ik zoek eigenlijk een zonnehoedje. Maar die kan ik natuurlijk niet vinden. Welkom in mijn leven. Alles is hier rommelig. Deze is wel echt heel leuk trouwens. Er komt vanavond ook nog een lading binnen. Nou, deze nooit gebruikt. Setje. Nog meer zomerkleren. Maar geen zonnehoedje. Oh. Jammer joh. Nee, alleen mutsjes. Jammer. Daar is ze weer. Was het leuk op school? Ja. Kijk, ze heeft ook een hele leuke jurk aan. Hè? Hij is prachtig. Ik heb ook nog een hele leuke in de was. Ja, je hebt een hele leuke in de was, hè? Je lievelings, morgen zal ik hem echt wassen, oké? Okay? Ja. Vliegende adelaar. Hey, jullie daar, zijn jullie mijn vader? Oh, kijk wat Marco net vindt bij de supermarkt. Lekker, maar onze vriezer zit een beetje vol. Maar er is een heel kilo broccoli uit, Ella, hè? Ja, uit de onderste. Maar je dacht... Prop alles daarin, want dat is de eigenaar. Ze ligt niet vol met ijs, hè, trouwens. Pitatjes zitten erin, broccoli staat op. Klein. Het ruikt niet echt, het is veel te koud denk ik. Het ruikt hoor. Naar pindakaas? Nee, gewoon naar snikken. Ik wil het dan zeggen. En? Ik had geen... Ik had geen pindakaas. Zijn er pindakaas? Ja. Ik neem hem ook zo, maar ik wil hem graag een beetje warmer. Niet lekker net uit de vriezer. Lekker. Goed gekukt, zelf ja. Voor jou. Ik vind niet de pindakaas, Marco. Ik denk dat ik, ja, kan je een beetje doen. Komt op het ijsje. Als je warmer eet, dan zit er denk ik meer pindakaas smaak. Maar je proeft het wel goed. Kijk eens. Je ziet het niet echt, het is hier bovenin dit. Je ziet het wel? Ja, dat is het denk ik. Nou, en ondertussen ben ik weer een kindje slapen het wandelen. Nou, missie geslaagd hoor, ze slaapt. En nog even over dat snickerijs. Er zitten dus geen hele pinda's in, wat ik zelf super fijn vind. Want wat ik vaak vind met snickerijs is dat het meer pinda is dan ijs. Het is dus een soort marsijsje. Met chocola en dan roomijs. En dan zit er een laagje soort pindakaas op in het midden.
Maar dus niet de nootjes. Ja, die zitten natuurlijk verwerkt in de pindakaas. Dus het is niet zo dat die er helemaal niet in zitten. Ja, je ziet het ook gewoon niet goed. Maar het is echt freaking lekker. En de voedingswaarde zijn ongeveer gelijk met die van een Mars ijsje. Dus aanrader. Yes. Het pakketje is binnen. Ik was vergeten. Maar gelukkig kreeg ik een sms'je. Even daar. Kijk, ik heb ook wat zomerdingetjes voor Sterren alvast. Die doe ik onder in de lade bij. Wat vind je mooi? Oh, dat bedje. Dit is dus als Marco de kinderen doet. Dan is het een herrie. Even kijken hoor. Die nog? Lauren. Lauren, kom eens. Kom eens. Let op. Lauren gaat heel blij worden van deze. Nee. Ik heb deze mama. Nee. Maar er is geen pyjama. Die mag je morgen aan. Ik heb deze. Hij is heel gek. Kijk papa, kijk mama. Deze is van mij. Is die van jou? Ja. Wat heb je ook gedaan? Hij is mijn maat. Wat? Doe die morgen aan? Zo. Oh, nou. Ja, en voor Mila een paar pyjama's. Want die waren erg korte pyjama die Laura nu aan heeft, die had Mila zeg maar aan. En ja, dat kan echt niet meer. Maar ik ga deze vlog voor nu afsluiten, want er komt zo met een meisje in haar ondergoed deze kant op om een pyjama uit te zoeken. En dan open ik morgen natuurlijk weer een nieuwe vlog. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei!